Rick Vermeulen, het moment is daar. Je gaat stoppen bij FC Lisse. Wanneer heb je dat besloten? Eigenlijk vorig jaar toen ik bijtekende al. Toen was het gewoon de bedoeling om dit mijn laatste jaar te laten zijn. Het is een vreemd einde. Vreemd einde, want ja, je zei net al voor de uitzending. Vorige week had je dan mogelijk je laatste thuiswedstrijd gespeeld. Heb je over nagedacht? Nou ja, die had ik natuurlijk op zich wel aangevinkt in mijn agenda. Vorige week heb ik af en toe daar wel even aan gedacht. Ja. Maar wat is het dan? Het lichaam werkt niet meer mee? Wat betekent dat? Dat je dan stopt? Wat is de reden eigenlijk wel exact? Leeftijd, gezinssituatie. Die jongens worden sneller, ik word minder. Alle factoren bij elkaar. Dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment gaat stoppen. En het is wel genoeg geweest. Het is goed zo. Je hebt er toch al lang over nagedacht. Het is niet zomaar dat je dat beslist op één dag. Nee, ik heb daar wel mezelf de tijd voor gegeven om telkens een stap te nemen om te zeggen, oké, weet je, de spelersraad, dat soort zaken minder doen, minder verantwoordelijkheid, de jongens hun verantwoordelijkheid laten nemen. Dat gaat automatisch en ik heb op een gegeven moment in mijn hoofd gehad van, ik probeer het op die manier af te bouwen en dat is beter denk ik dan dat je in één keer stopt. Al is het natuurlijk nu ook in één keer over, maar dat is een hele andere reden waar niemand dat aan kan doen. Ik had de andere jongens ook al gevraagd. 7 maart speelde Lisse zijn laatste wedstrijd. Een paar dagen later hoor je van Mark Rutte, we mogen geen handen meer geven aan elkaar, gewoon geen handen schudden meer. Ja. Dacht je op dat moment ook van, we staan aan het begin van een hele rare periode? Ik ben wel het type dat denkt dat het wel lang kan gaan duren nog. Ook al zijn de berichten nu beter, gaat het allemaal weer een beetje open. We gaan het allemaal zien en beleven zoals het af en toe mooi op internet staat. Maar het zijn rare tijden en ik denk dat dit nog wel lang duurt. Hoe ga je daar eigenlijk persoonlijk mee om in je gewone leven? Ja, we hebben een kleintje thuis, dus dat schema bij ons is gewoon standaard. Het werk was iets wat minder, maar ik werk met kinderen, dus dat mag allemaal weer. Dus ja, ik ben blij dat het bij ons weer een beetje op gang komt en dat... Ons schema is weer eigenlijk hetzelfde als voor de coronatijd. Heb je niet verveeld de afgelopen tijd, hè? Ik heb me wel redelijk verveeld. Het was even wennen. Ik denk dat ik thuis ook af en toe weggekeken ben door iemand. Maar ik denk dat iedereen er mee moet leren omgaan. Het zijn rare tijden, maar ja, wat kan je eraan doen? Je kan niemand de schuld geven, je kan jezelf de schuld geven. Ja, we moeten er maar mee leren leven op deze manier. We leven met deze tijd. We gaan even terug in de tijd. Want ooit ben je begonnen bij FC Lisse. We hebben het er al eens vaker over gehad. De tovenaar, wie heeft dat nou eigenlijk bedacht? Ja, ik heb volgens mij een paar keer naam genoemd. Ik zou het echt niet weten. Het is denk ik vanuit de jeugd, jongens uit mijn lichting. En als ik er dan op kom, kom ik altijd dezelfde namen van die de praatjesmakers en de gangmakers uit de jeugd. En ik zou echt niet weten wie echt verzonnen heeft, maar ja, het blijft me toch wel achtervolgen. Ook al word je ouder en denken wij zelf, dat doe ik niet meer. Maar... Toch een leuke bijnaam eigenlijk, het is geen negatieve bijnaam. Nee, dat niet. Maar af en toe denk je, dan loop je ergens en dan hoor je Tita, dan denk je ook, we zijn volwassen, maar mensen spreken me nog zo aan. Dat is toch een soort van troetelnaam dan. Dus ja, dan kan je er alleen maar van genieten als mensen het zeggen. Als klein kind was je ook al bezig met trucjes met de bal? Trucjes. Ik hou van met de bal bezig zijn. Ik ben hier voetbal gegaan om een slijding te maken of om te verdedigen. Je wil de bal in je bezit hebben. Als jij in de woonkamer, ik ben dan wat ouder, maar ik heb gewoon een bal in de woonkamer liggen die ik af en toe meeneem van de keuken naar de bank. Of van de bank naar de keuken. En dat blijft erin. Ja, dat gaat er niet uit. Ik denk dat een voetballer verliefd wordt op de bal en niet alleen op het spelletje. Nou, zie ik ook in een hele fanatieke voetbalfamilie, speelt dat ook nog een rol? Dat ik op voetbal ben gegaan. Nou, ook de motivatie die je daarvan krijgt, de opmerkingen die je maakt en dergelijke. Ja, ik denk dat het wel ook een rol heeft gespeeld in voor carrières. Niet alleen voor mij, maar ook van andere familieleden. En soms is het heel vervelend dat de familie zo fanatiek is. Maar het heeft ook wel iets moois. Familiair, dat iedereen die van het fanatisme heeft, dat zit er nou eenmaal in en dat krijgt er niet uit.
Hoe mooi moet het geweest zijn om dan met Kevin en Michael kampioen van Nederland te worden? Want dat is wel heel bijzonder met z'n drieën natuurlijk. Ja, sowieso is het natuurlijk een... kampioen van Nederland is natuurlijk al fantastisch. Om dat dan met familieleden te doen. En Kevin was toen nog geen echt familielid natuurlijk. Maar mijn vader langs de kant als leider, dat was denk ik wel het speciaalste gedaan. Het meest speciale. Dat geeft dat nog wat meer dan als ik over Mike van Kevin praat. Ja, toen was je nog jong, je had nog niet de verantwoordelijkheid. Je voetbalde gewoon wat je het leuk vond. Ja, zeker dat jaar. Dat was alleen maar... het was geen meehobbelen, want ik deed meer dan meehobbelen. Maar het was vrij makkelijk om, om in dat team mezelf staande te houden. Dat was voor mij een roes. Ik kan er ook weinig over vertellen. Momenten, als ik naar Kevin en Michael daar... Als ik met hun over dat seizoen heb, dan komen ze met hele andere dingen en zaken dan dat ik me kan herinneren. Maar daar kijk ik natuurlijk met een flinke glimlach op terug. Is het genieten dan niet pas later eigenlijk? Want het is zo uniek geweest dat jaar, want ja, dat komt nooit meer terug natuurlijk, zoiets. Ik denk dat ik te jong ben geweest om het echt allemaal goed op te slaan. Ik denk, als je wat ouder wordt, dan ga je anders naar het spelletje kijken. Dan ga je genieten van dingen eromheen, et cetera. Als je jong bent, dan wil je voetballen, wil je op het veld staan. Wil je die wedstrijd spelen, wil je winnen. Naarmate je ouder wordt, ga je ook anders tegen de wereld aankijken sowieso. Het klinkt heel... zwaar. Ja, het klinkt heel zwaar, maar je geniet van andere dingen. En ik denk dat ze dat mij altijd wel probeerden mee te geven in dat jaar. Alleen dat sla je gewoon niet op als jongen. Ik denk dat met jonge jongens van nu ook is. Die zijn heel, heel anders, staan ze in die zaken, dan ik heb bijvoorbeeld de afgelopen jaren naar het voetbal hier en sowieso het voetbal gekregen. Dat was een eerder interview inderdaad, komt Kevin Winter komt daarvoor, belangrijk voor jou, maar ook een andere Kevin Weijers. Heb je ook veel aan gehad, hè? Kevin Weijers, daar ben ik natuurlijk heel veel mee opgetrokken en daar hebben we hele goede vriendschap mee opgebouwd. Ja, maar ook de persoon Kevin Weijers, gewoon hoe die in het veld stond, dat was ook wel leuk om naar te kijken. Kevin Weijers is geen voetbaldier. Dat is een hele andere type jongen dan alle voetballers die hier rondlopen. Die kon heel makkelijk, ik weet niet of het makkelijk is gegaan, maar die kon op een vrij jonge leeftijd makkelijk zeggen, maak dit genoeg. En wat dat betreft was misschien een combinatie van dat hij zo er tegenaan keek en ik toch wat meer de zielzaligheid in het veld legde. Dat zorgde voor een bepaalde vriendschap die wel speciaal was. Ja, toch ben je zelf ook veranderd uiteraard. Je was als jong iemand best wel een beetje onrustig, een beetje druistig noemen ze dat. Maar op een gegeven moment is die verandering gekomen, meer de verantwoordelijkheid gaan nemen als speler. Ja, ik denk dat bij de een komt dat snel, bij de ander wat later. Bij mij kwam het wat later, denk ik. Maar je levenservaring neem je mee op een gegeven moment naar de voetbal, naar ene veld. En dan ga je, wat ik zeg, je gaat anders naar dingen kijken, waardoor je je anders gaat gedragen. Als ik me nog zo zou gedragen als op een jonge leeftijd, dan had ik nu niet gestaan waar ik nu ben. Dus ik denk dat op een gegeven moment iedereen een omslagpunt krijgt van, we gaan het nu anders beleven dan de vlierenfluiter. Ik denk dat niet alleen maar op het veld is. Dat is denk ik gewoon hoe je in de wereld staat, ook als persoon zijnde buiten voetbal om. En dat neem je op een gegeven moment mee in het veld. En bij mij was het misschien heel erg duidelijk te zien, waarbij een ander wat stabieler is daar in zijn carrière. Altijd bij FC Nissen gespeeld toch waren, op momenten dat je bijna weg was, wat kun je daar nog iets over vertellen? NEC en Volendam, hoe serieus was dat? Ik denk misschien voor mijn idee minder serieus dan mensen denken. Ik heb daar stage mogen lopen. Ik heb genoten van die tijd dat ik daar stage heb mogen lopen, maar... lekker op aan. Ik denk ook niet dat ik persoon ben geweest om misschien uiteindelijk ooit die stap te hebben mogen maken. Ik denk dat ik daar misschien te sociaal voor ben geweest en dat soort zaken, maar dat weet je niet. Ik denk altijd bij mezelf, ik heb hier prachtig naar mijn zin gehad. Ik heb een fantastische tijd gehad. En die stages, dat zijn leuke verhalen voor later, maar het waren stages, meer niet. Het Vrouwenijsbergse Bos heeft wel eens gespeeld, dat je daar naartoe is gegaan. Nico Slay had je graag willen hebben. Ja, ik heb inderdaad ook wel eens met Rijnsburg gepraat, maar...
ik ben uiteindelijk blij dat ik hier altijd heb gevoetbald. En vragen mensen wel eens van, wat als heb je spijt? Nee, ik heb hier een fantastische tijd meegemaakt. Dus ja, waarom zou je dan spijt hebben? Vanaf 2005, 2006, gelukkig hoefde jij de wedstrijd niet mee te doen, kampioenswedstrijd. Nee, zat nou de ja, gelukkig. Nou ja, dat was een... Voor de nasleep misschien gelukkig, ja. Maar ik had het natuurlijk graag meegedaan. Dat is natuurlijk een bizarre wedstrijd nog steeds, want jij was toen de supporter. Ja. Je was eigenlijk al bezig om het kampioenschap te gravieren. Ja, ik denk dat iedereen bezig was om, om zich klaar te maken om een groot feest te vieren. En ik zei het van de week ook tegen iemand. Voor de verhalen is het natuurlijk mooier dat in de laatste minuut scoren. Maar niet voor een Lisse's verhaal. En ik denk voor, dat het voor Lisse mensen vervelend is geweest. Maar wat ik zeg, voor het verhaal wat bij voetbal hoort, is het natuurlijk fantastisch. Ja, die, die jongens die toen het kampioenschap hebben gemist, hebben dat twee jaar daarna dubbelend was beter gedaan. Dat voelde je ook bij die jongens in. Want we hebben nu eigenlijk te pakken. Ja, maar ik, volgens mij waren er niet zoveel jongens uiteindelijk die, die daar nog bij waren. Michael, maar, Kevin bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Roel? Maar ik, ja, ik heb het nooit met die jongens zo over zo'n situatie gehad. En ik, ja, dus ik zou niet weten hoe zij, of zij dat als een soort van, ja, hoe noem je dat? Beleefd hebben, hè? Ja, ik weet het niet. Ik zou niet weten hoe zij dat hebben gevoeld. Ik heb daar in ieder geval geen gevoel bij gehad. Ik heb net al een interview gedaan met drie andere afscheidnemende mensen, spelers. Boyd, Niels en Lars. Er is afscheid genomen van een generatie in 5 jaar tijd. De hele groep is, valt uit elkaar. Hoe omschrijf jij die groep waarmee jij grotendeels hebt gespeeld al jarenlang? Dan ga ik toch weer terug naar hoe onze aanvoerder dat zei. We waren voetbalvrienden. En ik denk die groep, wat eigenlijk al eerder uit elkaar is gevallen, want ik zie daar vooral Tom en Roel onderdeel van uitmaken. die hadden, zeg maar, die groep had alles. Misschien heeft soms één iemand echt alle facetten van een leider, maar wij deelden dat. Roel was degene die alles weer aan elkaar praatte als die mensen ruzie hadden. Positief persoon. Tom, een leider op zijn manier met weinig woorden. Dat is een bepaalde klasse die je moet hebben om zonder eigenlijk wat te zeggen een leider te zijn. Ik denk dat Van Heulen daarbij hoort met zijn tactisch vermogen. Zo heeft die groep alles had het om goed te presteren. En volgens mij hebben we dat ook best wel gedaan met die groep. En daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Om met die jongens zo lang te hebben gespeeld. Rob Truijden zei het ook al, het wordt al steeds moeilijker om zoiets te creëren. Met andere woorden, dat heeft ook te maken met de huidige instelling van veel jongeren die nogal snel veranderen, zeg maar. Ja, ik denk dat dat een prima mening van de trainer is. En ik weet niet of ik die mening deel. En ik wil ook niet op de stoel van een ander gaan zitten daarin. Ik weet niet hoe jonge jongens daar tegenaan kijken. Ik denk als je dus de juiste situatie creëert, dat er best wel dezelfde mentaliteit kan ontstaan die wij als groep toen hadden. En ik denk dat dat een wisselwerking is van karakters en de faciliteiten die je ze aanbiedt. Dus ja, die mening deel ik niet. Ik denk dat het wel kan, alleen dat het er nu misschien even niet in zit. We hebben het al eerder gezegd, vanaf 2005 bij de selectie. Je gaat nu stoppen. Je kan het nog niet ervaren, maar wat denk je te gaan missen voor ons seizoen? Ik weet niet. De afgelopen paar weken hebben we natuurlijk allemaal een soort van afscheid moeten nemen van het voetbal. En ik denk dat ik gewoon de sfeer vooral om het voetbal heen mis. Misschien een bepaalde druk die ik altijd heb gevoeld, dat ik dat ga missen. Maar ik moet zeggen, de laatste paar weken heb ik ook wel echt genoten van de situatie hoe die nu is, dat ik me niet druk hoef te maken en dat ik me niet hoef te haasten. Dat ik vrijheid heb, dat ik niet gebonden ben aan dagen en tijden. En ik kijk vooral ernaar uit om straks met mijn broers te gaan voetballen. En dan kan ik eigenlijk alleen maar
vooruitkijken en dan, ja, wat ik ga missen. Ik denk dat dat opgevangen wordt door andere leuke dingen. Kun je daar aan wennen, denk je? Want je gaat in de 15e voetballen, begrijp ik. Ja, ja, ik moet daar wennen. Er komt een 5 achter. Nou ja, dat is vrij simpel, toch? Ja, maar ik kan me voorstellen dat tegenstanders zijn even wat anders. Die denken, hey, die Rick Vermeulen moeten we even uitschakelen. Maar ben je daar niet bang voor? Nou ja, ik ben misschien... mijn mentaliteit is nou ook weer niet zo dat ik wil presteren in het 15. Het is leuk om te winnen, maar ik ga voor het plezier met mijn broers voetballen. En niet om elke wedstrijd op het scherp van snede te willen winnen. Nee, dat is niet mijn doel. En wat ga je nog meer doen voor de FC komend seizoen? Eigenlijk staat het nog open, maar ik denk dat ik eventjes wat afstand ga nemen. En misschien ga ik nog training geven. Maar daar zijn, wat ik zeg, we weten ook niet wat het gaat brengen allemaal. Wanneer mogen we weer wedstrijden spelen? Wanneer mag een kantine weer open? Ja, het is allemaal zo onduidelijk dat... dat het voor mij ook nog een beetje onduidelijk is. Maar ik denk dat ik echt lekker gewoon een jaartje alleen maar ga voetballen met mijn broertjes. En dan ga genieten van de wedstrijden langs de kant zonder mezelf als trainer te zien of als speler. Ik ben benieuwd hoe ik het zo langs de kant ga meemaken en hoe ik het ga beleven. Ik wil jou bedanken voor al die mooie jaren en jou veel plezier toewensen in het 15e. Ja. Maar vooral gezondheid is allerbelangrijkste. Zeker. Misschien wil je nog iets zeggen? Er zit een beetje voor het blok, maar wat kan ik zeggen? Ik heb altijd genoten van de club, van de hartelijkheid van mensen, van vrijwilligers die alles voor ons over hebben gehad, of nog steeds over hebben. Wat kan je allemaal zeggen? Ik kan mensen bedanken, maar... Ik denk dat het zo wel prima is. Geweldig, Rick. Bedankt ook.